Nou, de voorstelling gaat eigenlijk over een familiebedrijf, een boerenfamiliebedrijf. En het is een klein gemengd bedrijf. En het gaat over het verhaal van Hanna van Hendrik. En zij probeert die boerderij in leven te houden, laten we het zomaar zeggen. Dus je ziet het wel en wee van Hanna. En Hanna krijgt geen krediet meer van de bank. En dat betekent eigenlijk dat ze haar boerderij moet gaan verkopen. Zoals dat gaat als je iets moet gaan verkopen, dan ga je terugkijken naar wat daar eigenlijk allemaal is gebeurd. En dat gaan we allemaal zien in de voorstelling. Deze voorstelling is heel belangrijk voor iedereen in Nederland. Het is een eerbetoon aan onze ouders, aan onze grootouders. Het is een feest. De herkenning voor onze generatie en het is een hart onder de riem voor de kinderen. Omdat het een verhaal is over gewone mensen en over liefde en overleven.